de goede fee. Er was eens een weduwe die twee dochters had. De oudste dochter leek sprekend op haar moeder. Ze had hetzelfde bruine haar en dezelfde grote neus. Bovendien was ze even trots en humeurig als haar moeder. De jongste dochter leek op haar overleden vader. Ze was zijn lievelingsdochter geweest omdat ze zo mooi en lief was. Maar de moeder kon het meisje, dat zo heel anders was dan zijzelf, niet uitstaan. Zij hield veel meer van haar oudste dochter, haar evenbeeld. Zo kwam het dat ze haar oudste dochter verschrikkelijk verwende. Ze kreeg altijd haar zin en ze hoefde nooit een vinger uit te steken om in het huishouden te helpen. De jongste dochter moest al het zware werk doen en ze moest zelfs in de keuken eten. Ze mocht alleen maar oude en versleten kleren dragen, de afdankertjes van haar zuster. Toch bleef het meisje mooi en lief. Daarom was haar zuster erg jaloers op haar en ze plaagde haar zoveel ze kon. Tweemaal per dag moest het jonge meisje water halen uit een beek die 1,5 kilometer verderop stroomde. Op de heenweg huppelde het meisje altijd, want dan was de grote waterkruik nog leeg. Maar op de terugweg moest ze wel eens stoppen om uit te rusten. Zo zwaar was de kruik dan. Toch ging ze altijd met plezier water halen, want bij de beek groeiden prachtige bloemen. En er kwamen ook altijd een paar kikkers naar haar toe wippen om haar gezelschap te houden als ze water putte. Op een dag, toen het meisje bij de beek neerknielde om water te putten, kwam er een oude vrouw aanlopen. De oude vrouw vroeg of het meisje haar wat te drinken wilde geven. Ze had zo'n dorst en het water zag er zo helder uit. "Want weet je, lief kind," zei de oude vrouw, "op mijn leeftijd valt het niet mee om zo dik te bukken." "Dat begrijp ik best," antwoordde het meisje. "Ik wil u met alle plezier helpen." En ze spoelde haar kruik om en schepte toen water uit het helderste plekje van de beek. Ze liet de oude vrouw drinken zoveel ze wilde, terwijl ze de zware kruik voor haar ondersteunde. "Dank je wel, lief kind," zei de oude vrouw toen ze genoeg gedronken had. "Je hebt me goed geholpen. Daarom wil ik je graag een geschenk geven." Het meisje vroeg zich een beetje nieuwsgierig af wat dat arme oude vrouwtje haar dan wel zou kunnen geven. Ze kon natuurlijk niet weten dat de vrouw een goede fee was die zich had vermomd als arme boerenvrouw. "Mijn geschenk is," zei de fee, "dat er bij ieder woord dat je zegt een bloem of een edelsteen uit de mond valt." Toen het meisje thuis kwam, kreeg ze van haar moeder een standje, omdat ze zo lang was weggebleven. "Het spijt me, moeder, dat ik zo laat ben." En terwijl ze dat zei, vielen er 3 rozen, 3 parels en 3 grote diamanten uit haar mond. "Wat is dat?" riep haar moeder stom verbaasd uit. "Zijn dat parels en diamanten? En komen die uit jouw mond? Hoe komt dat, mijn kind?" Het was de eerste keer dat zij haar dochter mijn kind noemde. Het meisje was al lang blij dat haar moeder niet langer boos op haar was. Daarom vertelde ze precies wat er was gebeurd. "Maar dan moeten we je zuster ook naar de beek sturen," zei de moeder. En ze riep haar oudste dochter. "Poh, ik kijk wel uit," zei het meisje toen ze hoorde wat ze moest doen. "Ik heb helemaal geen zin om dat hele eind naar de beek te lopen." Maar toen ze zag dat er parels en diamanten uit de mond van haar zusje rolden, wilde ze wel meteen gaan. Ze nam de mooiste zilveren kruik die er in huis was en liep ermee naar de beek. Ze was er nog maar net aangekomen toen er een knappe dame in mooie kleren op haar toe kwam. Het was de fee die zich nu als rijke dame had vermomd. "Zou je wat water voor me willen putten, mijn kind? Ik heb toch zo'n dorst?" Maar het meisje, dat ongeduldig om zich heen keek of ze de oude vrouw zag, snauwde. "Doet u het zelf maar, ik ben uw dienstmeid niet." "Je bent niet erg vriendelijk," zei de fee. "En omdat je zo weinig behulpzaam bent, zal ik jou ook een geschenk geven. Bij ieder woord dat je zegt, zal er een slang of een pad uit je mond komen." Zodra het meisje thuis kwam, riep haar moeder. "Hoe is het afgelopen, mijn dochter?" "Nou, dat zal ik u vertellen," antwoordde de dochter boos. En tegelijk vielen er 3 slangen en 3 padden uit haar mond. "Hebba, wat is dat?" zei de moeder. "Dat is natuurlijk de schuld van je zuster. Ik zal het haar betaald zetten."
en ze schoot op haar jongste dochter af om haar een pak slaag te geven. Het arme kind holde het huis uit en vluchtte het bos in. De zoon van de koning, die juist van een jachtpartij terugkeerde, zag het meisje onder een boom zitten huilen. Hij vroeg haar waarom ze daar zo helemaal alleen zat te treuren. Ach, edele prins, zei het meisje, mijn moeder heeft me het huis uitgejaagd. En hij rolde 5 parels en 5 diamanten uit haar mond. Hoe kan dat? Riep de prins. Er komen edelstenen uit je mond. En toen vertelde het meisje wat er gebeurd was. De prins luisterde aandachtig en werd verliefd op haar. Hij nam haar mee naar zijn paleis, want hij wilde met haar trouwen. De bruidsschat was natuurlijk geen probleem, want de edelstenen bleven uit haar mond rollen. Met haar boze zuster liep het slechter af. Niemand kon van haar houden, omdat er altijd padden en slangen uit haar mond kwamen.